In deze informatieve vlog laat ik u zien welke gegevens u krijgt op de pagina Klasresultaten. Om bij de klasresultaten te komen, klikt u in het dashboard op uw klas. U kunt altijd nog van klas en van cursus wisselen. Onder de cursusnaam ziet u een lange lijn. Deze lijn geeft het bereik van uw klas binnen de leerlijn aan. In dit geval zijn de leerlingen verspreid tussen Pre A1 Unit 4 en B1 Unit 6. Hoe de leerlingen precies verdeeld zijn, ziet u aan de rondjes. Ga met uw cursor op uw rondje staan om te zien wie allemaal op hetzelfde punt van de leerlijn zich bevinden en welke scores ze hebben. Wanneer u verder naar beneden kijkt, ziet u een vrij bekend overzicht met namen, niveaus, units, vooruitgang in percentages, scoren. Slim doel en de punten, die zijn extra toegevoegd. Even terug, u kunt net als in de vorige omgeving ook op niveau selecteren. De score die wordt momenteel gebaseerd op de vorige unit en de prestaties in de huidige unit. Dit geeft meer een voorschrijdend gemiddelde aan. Daarnaast hebben we het slimme doel. U kunt hier zien hoe ver het slimme doel al bereikt is. Aantal punten dat de leerling heeft behaald. En ook hier ziet u of een toets beschikbaar wordt gesteld. Klik hierop om de leerling toegang te geven tot een bepaalde toets. Wilt u nog meer leren over onze nieuwe docentenomgeving? Bekijk dan onze andere informatieve vlogs. Bedankt voor het kijken en veel werkplezier in onze nieuwe docentenomgeving.